directe aanleiding zat in de nieuwbouw van de Brede Bossen School. Dus toen kwam eigenlijk het idee van, hey, je zou eigenlijk voordat die school klaar is, zou je eigenlijk al meer bekendheid in de wijk moeten hebben van de mogelijkheden die dat biedt. En dus de mogelijkheid van die activiteitenkeuken. Dus je moet eigenlijk al een community om die keuken heen bouwen, waarin het zeg maar daarna als een organische ontmoetingsplek kan functioneren, waar nieuwe initiatieven ook weer kunnen ontstaan. 5 weken lang is de mobiele keuken door de wijk getrokken. Op 4 dagen waren daar kunstenaars binnen. 1 muzikant en de kok, die ging samen met de gastkoks uit de wijk koken. Pajia. En dat is? Dat is het Somalisch eten. Een soort vaste kern van mensen die toch al graag kookten en die altijd kwamen. En dan, ja, waar we ook stonden in de wijk, kwamen er echt weer mensen uit die straat. Ja, eerst even kijken wat er aan de hand is en de volgende dag langskomen en dan soms aan het einde van de week mee koken. We stonden op een andere plek in de wijk en daar kwam 's morgens een man die daar woonde en die kwam even vragen. Ja, ik ben niet zo van het koken, maar wel van het afnemen. Dus wanneer kan ik iets komen kopen? Of, Schilders ook, hè? Schilders die hier in de wijk aan het werk waren, die eigenlijk al een beetje op hun klok stonden te kijken. En dan kwamen we hier 's morgens om 9 uur en wat eten we straks, riepen ze dan, vanuit hun keetje. Die gaan jullie missen. Die gaan ons missen, ja zeker. Ja. Aan het einde van het gerecht kregen ze van de muzikant een muziekstuk terug en ze kregen een gedicht terug. Op het moment dat het eten klaar was, werd het naar buiten gebracht en wat vanzelf ontstond, was dat al steeds 20, 25 gasten uit de buurt aanwezig waren om te luisteren naar de muziek die paste bij het gerecht en naar het gedicht te luisteren. Wij koken altijd bladerdeeg en dan proppen we iets in en dan is het een hapje. Maar dit is helemaal zelf gemaakt, hè? 60 hapje gemaakt. 60 hapje met sambusa. Vandaag is het feest van de voorproeven. We hebben de eerste 20 gerechten verzameld voor de nieuwe Bosveld Wereldkeuken. De gerechten komen vandaag naar buiten. Het is een feest en eigenlijk bedoeld als dank voor alle koks. We geven hun de muziek terug en de gedichten terug. En we roepen eigenlijk heel Bosveld op van ga meebouwen aan die nieuwe keuken. Ik ben bezig stroken te maken voor op de krukjes. En die wordt met een bepaalde techniek dan weer op die krukjes gezet. Uiteindelijk is dit voor de keuken van de Bossen Brede School. Omdat wij gewoon een buurt zijn met veel culturen, is het fijn om van mekaars eten te kunnen proeven. Dat verbindt de mensen ook, vind ik.